Zo, en onze aandacht is gespitst in de waterhinder, dames en heren. Daar komt Bram Chardon spetterend de hindernis binnen. De kamsteeghindernis, en dat gaat vlug en gezwind met zijn actieve schimmeltjes. Ja, je ziet het. De appel valt nooit ver van de boom, dames en heren. En je ziet nu door de C-poort moeilijke korte wending. In obstacle 3 now, the water splash Bram Chardon. He was second placed after the dressage. En hij kiest resoluut ook de korte weg, dames en heren. Jan Nijs in hindernis 2, de Rabobank hindernis. En het komt kort over dat is, dat gaat schitterend. Jongen. En het is een spetterende tijd in de waterbak 6.